We gaan het niet hebben over Oranje tegen Duitsland. Want daar is al zoveel over gesproken. Daar wordt vandaag nog heel veel over gesproken. Ik ga gewoon naar de actualiteit. En dan komen we tegen Italië en Kroatië. En als je die twee namen, voetbalnaties, naast elkaar zet, dan zou je zeggen: Italië moet gewoon winnen. Maar ik denk daar toch een beetje anders over. Want Kroatië vind ik toch wel het land van de verrassing. Een verrassing. Een echte verrassing in dit toernooi. Hoe ze spelen, hoe ze doen. En dan zou je zeggen: Italië winst? Nee. Gelijkspel? Ja, komt in de buurt. Winst Kroatië? Komt ook een beetje in de buurt. Ik denk zelfs: euh, nou, laat ik eens gaan voor winst voor Kroatië. Dan gaan we door naar uh, die andere wedstrijd: Spanje tegen de Noord-Ieren. Spanje niet echt overtuigend, maar de Noord-Ieren helemaal niet. En die Spanjaarden moeten toch wel wat doen. Dus winst voor Spanje. En zondag Portugal-Nederland ga ik het ook niet over hebben. Ik ben er morgen gewoon weer met, het actuele, uh, met de actuele voetbalvoorspelling. On het morgen.